Welkom, beste kijkers, bij dit webinar dat vanmiddag wordt verzorgd door onze Delta-commissaris Peter Glas. De uitzending die wordt verzorgd vanuit het waterschapskantoor in Middelburg. En u ziet het wellicht ook aan de achtergrond hier. Het kanaal de Walcheren stroomt achter me. U ziet de contouren van de stad Middelburg en nog verder weg het stadje Veren, waar ik woonachtig ben. Een gemêleerd gezelschap van mensen die zich hebben aangemeld, medewerkers, bestuurders van verschillende overheidsorganisaties, maar ook geïnteresseerde burgers, studenten van de Hogeschool Zeeland. Kortom, een kleine 300 mensen kijken nu mee naar dit live webinar wat zo meteen van start gaat. Ja, helaas konden we het niet fysiek organiseren. Vanwege de coronamaatregelen hebben we dus moeten uitwijken naar deze vorm van communiceren en uitzenden. Maar goed, wellicht biedt het meer perspectief voor de toekomst om dat te herhalen. Het voordeel is in elk geval wel dat we nu meer mensen kunnen bereiken dan de 125 die we anders in deze zaal maximaal hadden kunnen ontvangen. Mijn naam is Twan Poplaars, dijkgraaf van het waterschap en ik mag als gastheer optreden voor de presentatie die zo meteen gaat plaatsvinden. En in het bijzonder heten we welkom onze Delta-commissaris. Ja. Peter, van harte welkom. Dank je wel. Ja, ik noem Peter omdat we elkaar al meer dan 10 jaar kennen. Dus vandaar is het Peter en Twan. Heel graag. Kijkers. Dus nogmaals van harte welkom, Peter. Ja, we zijn toch wel vereerd dat de Delta-commissaris toch nog eens afgereisd naar het verre Middelburg om dit webinar voor ons te verzorgen. En ja, voordat ik jou het woord geef voor de presentatie, want daar gaat het uiteindelijk om. Misschien kun je toch nog even uitleggen wat de rol van de Delta-commissaris nou precies inhoudt. Nou, dankjewel. Nogmaals, Twan, dat ik hier mag zijn. En ik kom hier graag. Het is ook niet de eerste keer, maar dat weten we ook over en weer. Wat de Delta-commissaris is en wat hij doet, dat zit ook in de presentatie. Maar heel kort komt het erop neer. Elk jaar brengt de Delta-commissaris als onafhankelijk adviseur van het Rijk en de regio gezamenlijk een advies uit. En dat gaat via de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer, ons hoogste gezag. En volgende maand dan heb ik het erover met de Kamerleden. En daarna maakt het onderdeel uit van de begroting van het ministerie voor het volgend jaar. Oké. Nou, dat biedt in elk geval perspectief. Wellicht kan de heer Peter Glas al het tipje van de sluier oplichten wat in het Delta-programma staat. Met name voor de Zuidwestelijke Delta en wellicht in het bijzonder ook voor Zeeland en ons werkgebied Scheldestromen. Peter die gaat nu naar de tafel van waaruit de presentatie wordt verzorgd. Richting de kijkers geef ik aan dat u via de chatbox ook vragen kunt indienen. Gaandeweg de presentatie en de afloop van de presentatie zullen we een selectie maken van een aantal vragen die we vervolgens aan de heer Glas voorleggen. Ik denk niet dat we alle vragen daarvoor kunnen leggen, maar we zullen de meest belangrijke of de meest voorkomende, die gaan we in elk geval selecteren en doorgeleiden naar Peter Glas. Peter, aan jou het woord. Dankjewel, Twan. En ik doe dat met plezier en ik zie ook de vragen zeker tegemoet. Nou, ik heb een aantal slides, heet dat dan, meegenomen. Een PowerPoint-presentatie, een klein half uurtje hoop ik met u de achtergronden van het Delta-programma door te kunnen nemen. En ja, inderdaad, we komen natuurlijk in Zeeland uit. Dat spreekt voor zich. Nou, daar gaan we. Een mooi motto, het water kan het beste in ons bovenhalen. Water als drijvende kracht. Ik zeg ook wel eens water stuurt in plaats van water volgt. En ik sta hier vlakbij mijn woonplaats aan de Dommel in 's Hertogenbosch. Dat was een mooie plek voor die foto. Maar goed, daar gaan we. En ik kan hier in Zeeland natuurlijk niet anders beginnen dan met de geschiedenis die u hier allemaal in deze provincie deelt. En die ook ja, in het geheugen van de natie gegrift is. De watersnoodramp van 1953, die elk jaar nog herdacht wordt, die hier levend is. Met een enorme overstroming, niet alleen in Zeeland, maar ook de aangrenzende provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. En met veel slachtoffers. Dat was natuurlijk wel een breuk in hoe we aankijken tegen de waterveiligheid in ons land. Ik lees op dit moment de biografie van Johan van Veen. Dokter-ingenieur Johan van Veen die het allemaal had voorzien en zelfs een paar dagen voor de ramp een rapport had ingeleverd. En op basis daarvan kon de eerste Delta-commissie snel aan de gang. En dat leidde uiteindelijk tot ja, de wereldberoemde, zou ik zeggen, Delta-werken.
met heel veel dijken, dammen en ook hoge kosten natuurlijk die daarmee gemoeid zijn geweest. Maar dat hebben we als natie opgebracht. Als je de guldens van toen uitrekent naar nu, zo'n 4,5 miljard. Daar bleef het. Als het daarbij was gebleven, dan waren we veilig achter onze zeewering en onze deltawerken. Maar in 1995 diende zich denk ik al wel het veranderend klimaat aan. In elk geval hadden we een aantal bijna overstromingen en in Limburg langs de Maas ook echte overstromingen. En in 1995 dit beeld van een evacuatie van 250.000 mensen in het land van Maas en Waal. Dat herinneren we ons ook nog. Dat gaf vervolgens weer aanleiding voor een nieuw deltaplan. Het deltaplan rivieren. En ook toen weer honderden kilometer dijken, met name langs de Rijntakken. En hoge kosten die daarmee gemoeid gingen. Nou, toen hadden we dus het water van de zee gehad vorige eeuw en het water via de achterdeur van de rivieren. En toen kwam het ook nog van boven. Wateroverlast in 1998 was niet de enige keer, maar de aardappeloogst in Groningen ging verloren. De kassen in het Westland stonden blank. En deze foto nam ik zelf bij een oude bergboezem bij Berkel en Rode Rijs, waar ik toen woonde. En daar werd de druk van de boezemkade afgehaald door de boel onder water te zetten. Heb je dan alles gehad, dan komt er iets wat echt wel bizar is, een overstroming door een droogte in Wilnis. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar de dijk was uitgedroogd, een veendijk, en door de druk in de boezemkanaal schoof daar een enorm stuk af en die woonwijk die liep onder water en heel veel blubber. Dat was allemaal in Nederland, zo rond de eeuwwisseling dus. Maar in het verre buitenland gebeurde ook wat. In New Orleans, de Hurricane Katrina. New Orleans, dat overstroomde in die Mississippi-delta. En de foto's die daarbij hoorden van een land zo vergelijkbaar met het onze, waar mensen op de vlucht moesten echt. En waar ook enorme aantallen slachtoffers vielen. En enorme schade waar gedeeltelijk men nog niet van bij is gekomen, hoewel het alweer 15 jaar geleden is. Dat was ook mede aanleiding om nog eens goed naar ons eigen land te kijken. Wat zouden we zijn zonder dijken en gemalen? Nou, dan stond alles wat donkerblauw is in deze plaat stond permanent onder water, omdat het simpelweg onder de zeespiegel ligt. Alles wat lichtblauw is, en de Maas is paars als je heel goed kijkt, dat zou bij tijd en wijle onder water staan bij hoogwater. Dus als je het allemaal optelt, 59% van ons land staat bloot aan overstroming. Niet zo gek in een delta vanzelfsprekend. De vraag die dus toen werd gesteld in 2007 aan een staatscommissie onder leiding van oud-minister Kees Veerman was: kunnen we hier wel blijven wonen? Nou, dat is nogal een vraag. En u ziet hier aan de linkerkant, ziet u ook staan kwetsbaar land en een krachtige aanpak. Dat we de veiligste delta zijn, dat zeg ik altijd in binnen- en buitenland. Er is geen delta vergelijkbaar met de onze, zo dicht bevolkt, die zo veilig is. Maar we zijn ook kwetsbaar. En dat vraagt dus om een krachtige aanpak. En in het vervolg zal ik ook laten zien dat we doelen hebben voor 2050, maar het gaat ook verder. Maar kunnen we hier blijven wonen? Dat was de vraag. En een jaar later zei de commissie ja, mits. Mits we dus die krachtige aanpak kiezen, die ook naar voren gaat kijken, naar de rest van de eeuw en voorbij. En dat allemaal in een deltawet verankerd, met een deltaprogramma, elk jaar weer, met Prinsjesdag gepresenteerd, wat ik zojuist ook zei. En een deltacommissaris, een onafhankelijk, politiek onafhankelijk, maar ook van de overige bestuurslagen onafhankelijke commissaris, die bewaakt de voortgang, de aanpak, bevordert nationale samenwerking, dus dat is Rijk en regio, zeg ik altijd, en de consistentie. En een deltafonds, en Veerman zei, ga er maar vanuit, het gaat tot 2100 100 miljard kosten. Nou, deel dat op elkaar, dan heb je circa 1 miljard euro per jaar. En dat is er gekomen. En daar hebben we een filmpje voor.
Ik vind het een mooi filmpje. En eigenlijk staat het hier op die laatste sheet. Alles op alles voor een veilige en leefbare delta. En dat noemen we dus het Nationale Delta-programma. Dat zijn we dus samen. Dat is Zeeland met Friesland en Limburg en Noord- en Zuid-Holland. Alle provincies op een rijtje. Met alle 21 waterschappen. Met alle 330 gemeenten. We zijn dat samen. En we verbinden ons ook met bedrijven, maatschappelijke organisaties. De kenniskant is heel belangrijk. En natuurlijk u als burger. De omwonenden, de inwonenden van dit gebied. We moeten dat echt samen doen. Nou, de hoofdopgaven in dat Delta-programma zijn een drietal. De waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en wat wij noemen de ruimtelijke adaptatie. De robuuste inrichting, gevolgbeperking van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Waterveiligheid spreekt eigenlijk voor zich. En zoetwater is natuurlijk met 3 droge jaren op rij ook wel aan de meeste mensen in Nederland duidelijk geworden dat dat een probleem is. En dat we dat dus ook moeten proberen op te lossen. Nou, daar gaat de rest van mijn presentatie ook over. En we doen dat dus in die gezamenlijkheid. Nou, dit plaatje plaatste de Delta-commissaris wel heel centraal. Maar het is mijn eer om daar inderdaad invulling aan te mogen geven. En elk jaar te zorgen dat dat Delta-programma er komt. En die zijn gebaseerd op een aantal Delta-beslissingen die we in 2014 hebben genomen en die we het afgelopen jaar nog eens tegen het licht hebben gehouden. En dat heet in ons jargon een herijking. Het zijn kleine lettertjes, maar van links naar rechts. We hebben een Delta-beslissing waterveiligheid. Dat gaat natuurlijk over de primaire waterkeringen in ons land. De zoetwaterbeschikbaarheid voor alle belangrijke functies die daarvan afhankelijk zijn. De landbouw, de natuur, maar ook veel industrie is daarvan afhankelijk. De ruimtelijke adaptatie, hoe richten we onze leef- en werkomgeving in tegen weersextremen die steeds vaker op ons afkomen. Hè? Te heet, maar tegelijkertijd ook grote droogte. En dan valt er in de droogte soms zelfs een hagelbui. Nou, dat soort dingen maken we steeds vaker mee. En voor een aantal gebieden, dat is ook hier relevant, de Rijn-Maas-Delta en ook het IJsselmeergebied, iets verderop in het land vanzelfsprekend, hebben we ook Delta-beslissingen genomen. En op basis daarvan zijn strategieën geformuleerd van hoe komen we van zo'n beslissing naar de uitvoering. De uitvoering is heel belangrijk in het Delta-programma. Nou, we zijn dus een kwetsbaar land. En hoe gaat dat dan verder? Die vraag wordt vaak gesteld en geeft ook inspiratie, soms aan wetenschappers, soms aan cartoonisten, om plaatjes te maken, zeg ik dan wel eens met een knipoog, een praatplaat, van wat zou het dan kunnen worden? En soms schrik je daar wel van. En denk, nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Hoe nu verder is dus een hele relevante vraag, want die zeespiegel die stijgt, dat doet hij al eeuwen, maar het versnelt zich. En dat zien we gewoon mondiaal bij de toename van de mondiale temperatuur in de atmosfeer, maar ook in de zee stijgt die zeespiegel. De vraag is natuurlijk, hoe hard gaat dat? We baseren ons daarbij op de wetenschap, dat is echt een kern van het Delta-programma. We baseren ons op de beste wetenschappelijke kennis die er is en die ook gevalideerd is. En het International Panel on Climate Change geeft met enige regelmaat projecties. En we zien hier twee bandbreedtes, twee uitwaaierende bandbreedtes. Nou, tot aan het jaar 2300, dat is natuurlijk heel ver vooruit. Maar wat we zien is in het blauw wat het zou kunnen worden tot ongeveer zo'n 1,80 meter in 2300. Als we de afspraken die internationaal gemaakt zijn in Parijs over CO2-uitstoot, als we die nakomen, dan hebben we dus nog wel een naeileffect en blijft die zeespiegel stijgen, maar niet extreem. Dat wordt anders als we niet 1,5 tot 2 graden mondiale temperatuurstijging in de hand kunnen houden. En dan ja, wordt het zeer veel onzekerder en kan het uitwaaien en kunnen we 5 meter of zelfs meer zeespiegelstijging verwachten in een aantal eeuwen. Tot het jaar 2050, als je wat inzoomt, zie je eigenlijk niet veel verschil en is het ook allemaal nog redelijk behapbaar natuurlijk. Daarna zie je dat uitwaaiereffect en zou het aan het einde van deze eeuw al wel in de bovenbandbreedte van wat hier staat 1 meter plus kunnen zijn. Maar als het echt uit de hand loopt, kan het ook 2 of 3 meter zijn. Dus dat gaat gepaard met grote onzekerheid.
Daarom hebben we een kennisprogramma zeespiegelstijging. De minister heeft daartoe besloten, mede op mijn advies. En er zijn 5 sporen. Een onderzoek aan de zeespiegelstijging ten gevolge van het smelten van landijs, Antarctica, Groenland vooral en de gletsjers. De tweede spoor is de houdbaarheid van de strategieën, dat is de huidige aanpak. Kunnen we die een halve meter, een meter of zelfs 2 meter nog volhouden? Of moeten we echt uit een ander vaatje gaan tappen? Dat moet je dan vervolgens tijdig kunnen signaleren. De monitoring die daarbij hoort is dan onderwerp van spoor 3. En ook de, zeg ik, de wat-als-vraag. Wat als we 2, 3, 4 meter zeespiegelstijging zouden krijgen? Wat is dan ons handelingsperspectief in die verdere toekomst? Daar nu al over nadenken. En dat vraagt natuurlijk ook veel communicatie en participatie. We doen dat niet vanuit een kantoorgebouw of vanaf een tekentafel. Nee, u als bewoners heeft natuurlijk ook een belangrijke stem daarin. Nou, dan in die wat-als-vraag, daar heb ik een paar cartoons voor meegenomen. 2 jaar geleden is een studie van Deltaris uit Delft gepresenteerd naar aanleiding van een vraag van de toenmalige Delta-commissaris. Van wat kan er nog op ons afkomen en wat kan dan ons antwoord zijn in die verdere toekomst? Nou, beschermen is natuurlijk de eerste variant die je dan wilt zien. Maar wat betekent dat met een veel hogere zeespiegelstijging? Als we ook de rivieren open willen houden, dan moet je dus steeds hogere dijken bouwen, maar ook in het binnenland steeds hoger. Zou je kunnen kiezen, beschermen gesloten. We sluiten, niet alleen zoals hier in Zeeland na 1953, maar we sluiten eigenlijk de hele kustlijn af met, in de cartoon is dat een soort kasteelmuur geworden. Maar dan moet je enorme pompen gaan installeren om die rivieren af te kunnen voeren. Dus dat heeft ook consequenties. Je kunt ook de aanval kiezen, zou je bijna zeggen, zeewaarts. Met eilanden voor de kust, verbonden met dammen, met ook weer die pompen. Maar daar kun je natuurlijk ook allerlei functies dan op kwijt. Dat is ook denkbaar. En uiteindelijk is er ook nog zoiets als meebewegen. Terugtrekken hoor je wel eens. Hè? Ik liet eerder ook daar plaatjes van zien. Ja, en houden we dan nog wel de oude mooie steden, zoals Middelburg, droog met een dijk eromheen? Ja, dit is natuurlijk iets wat je je eigenlijk bijna niet kunt voorstellen. Maar daarover nadenken, je er bewust van zijn, vind ik wel heel belangrijk. Nou, we komen langzaam ook bij Zeeland. Hè? Want hier hebben we bijvoorbeeld een Oosterscheldekering. Dus we moeten goed doordenken dat die is gebouwd voor 40 centimeter zeespiegelstijging. En met het tempo van de vorige eeuw zou dat 200 jaar zijn. Maar we hebben al uitgerekend dat boven een halve meter zeespiegelstijging, dan zijn er al aanpassingen nodig. Nu sluit die gemiddeld 1 keer per jaar volgens ontwerp. Hebben we een halve meter, dan wordt dat 10 keer per jaar. Bij 1 meter 50 en bij 1 meter 25 al 100 keer per jaar. Nou ja, als het nog meer wordt, is die vaker dicht dan open. Dus dan moet je aanvankelijk kun je met technische aanpassingen waarschijnlijk toe. Maar daarna moet je nadenken van wat wordt dan het nieuwe concept voor de veiligheid van Zeeland. En dat vraagt ongetwijfeld ook ruimte en die moet je dan reserveren. Dat geldt voor tal van maatregelen. Ik schakel naar iets, ik zei het al, 3 jaar droogte op rij. De laatste die we ons konden herinneren, de echt diepe droogte van 76, zit altijd in de grafiekjes die je ook in de krant af en toe ziet. Dat hebben we nu weer meegemaakt. En dit is een print uit 2018, maar kan ze ook voor de jaren daarna laten zien met wat je dan tekort komt aan regen. Nou, dat was in het zuiden echt 30 centimeter. En deze foto's van mijzelf, waar ik woon in Midden-Brabant, 90% van de watergangen ziet er dan zo uit. Dat staat gewoon droog. Dus dat is heel ingrijpend. En de oplossing in het kader van het Deltaplan Zoetwater, dat is water vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. Waar verzilting een kwestie is, met name het westen en het noorden van het land, moet je de vraag stellen, blijven we doorspoelen? En uiteindelijk is water besparen, zuinig zijn met water, in de landbouw, maar ook in de industrie, is natuurlijk sowieso verstandig. Hè? Wat je bespaart, dat hoef je ook niet aan te voeren. Extreem weer, stortbuien, maar ook droogte, hitte, dat zien we steeds vaker. En dat is het onderwerp van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. En dan hebben we dus over die onderwerpen, wateroverlast, overstroming, de gevolgen van overstroming, mocht het toch gebeuren, hittestress, met name in de binnenstad,
en die diepe droogte. En we hebben wat dat betreft vanuit dit Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie is het land in 42 regio's ingedeeld. We hebben hier Zeeland en Goeree-Overflakkee als twee regio's. Alle gemeenten hebben, en daar complimenteer ik ze voor, stresstesten uitgevoerd. In feite, ik noem het wel eens een foto van wat is hier op die vier onderwerpen nou de situatie. Samen met de burgers, bedrijven en andere belanghebbenden en belangstellenden een risicodialoog aangaan van ja, wat is dan ons handelingsperspectief en hoe vertalen we dat naar maatregelen of accepteren we een risico, dat is ook een optie, nietwaar. En proberen dan, als je wat doet, dat mee te koppelen. Klimaatbestendig bouwen, ook voor onze vitale en kwetsbare functies. En kijk je dan, ga je in zo'n proces, ja, dan leg je ook letterlijk een aantal kaarten op tafel. Nou, dit is bijvoorbeeld een kaart van hoe diep zou de overstroming zijn als we geen dijken hadden in Zeeland bij een bepaalde eens in de 4000 voorkomende zeewaterstand. En we kijken ook naar allerlei andere gebeurtenissen en transities die plaatsvinden ondertussen. De energietransitie, de woningbouwopgave, de landbouw, die ook ten dele in transitie verkeert, natuurdoelstellingen die we hebben en onze economische perspectieven. Dat komt allemaal bij elkaar. En wat betekent dat nou voor Zeeland? Nou, mijn oproep en advies zou zijn echt om goed en krachtig samen te werken, Rijk en regio, in het uitvoeren van die voorkeurstrategie voor de zuidwestelijke delta. En als je die opzoekt, hè, dan staat daarin klimaatbestendig, veilig vanzelfsprekend, maar ook ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal. Dat zijn de kernwoorden in die voorkeurstrategie. En dat vertalen naar uitvoering. Verbinden met die andere maatregelen. Korte en lange termijn verbinden. En elke 6 jaar weer kijken van klopt het nog wat we hadden bedacht. En dat hebben we dus nu voor het eerst gedaan. Dus de koers is op orde, was de conclusie. De strategie houdt zeker stand tot 1 meter zeespiegelstijging. Dus we hebben tijd om ook aan te passen. Ruimtelijke adaptatie is toegevoegd inmiddels. En herstel van ecologie is zeker in deze deltawater een belangrijke opgave. Nou, belangrijke inzet voor de komende 6 jaar is dat we dus werken naar een tweede herijking. Dus dat kennisprogramma, doe daaraan mee. Heel actief. Koppel de Delta-programma-opgave ook met andere opgaven. En zet in op innovatie. En er zijn voorbeelden elders ook in het land waar gebruik van kan worden gemaakt. Het waterschap, Twan, is daarbij een hele belangrijke partner in het uitvoeren van maatregelen. En we zeggen een extra oproep, zet in op die innovatie, doe mee met het kennisprogramma. De stip aan de horizon is Zeeland als veilige, innovatieve, klimaatbestendige en waterrobuuste koploper. Met oplossingsrichtingen voor 2100. Een gebied waar het goed wonen en werken is en dat ook blijft. Ik bedank voor de aandacht en ik zeg nog 1 keer, alles op alles voor een veilige en leefbare Delta. Dank u wel. En dan loop ik terug. Ja, Peter, want er zijn een aantal vragen binnengekomen. Ik denk allereerst dat best goed overgekomen is hoe ingewikkeld het programma in elkaar zit. Ik bedoel het aantal onderwerpen dat genoemd is, zoetwater, veiligheidsrisico's, waterkwaliteit. Het passeert allemaal de revue in zo'n programma. Een van de vragen is, hoe houd je nou dat centrale overzicht? Want de Zuidwestelijke Delta is dan maar 1 gebied, maar je hebt er natuurlijk veel meer in heel Nederland. Hoe hou jij daar als Delta-commissaris nou dat totaal overzicht van alle plannen en projecten? Nou, ik heb een hele kleine staf, voor het geval mensen denken dat er een hele kantoorgebouw gevuld is, 12 mensen. Maar daaromheen zit heel veel capaciteit en kennis en kunde vanuit de regio. Ik onderstreep dat altijd heel nadrukkelijk. Het is een samenwerking tussen het Rijk, natuurlijk het ministerie, ministeries moet ik eigenlijk zeggen, want ook binnenlandse zaken en ook landbouw, natuur en visserij zijn dragers van het Delta-programma. Maar we doen dat met de regio. Dus en we brengen elk jaar in een bepaalde routine, het is nu voor het 11e jaar op rij, brengen we dat bij elkaar. En tot nu toe fixen we dat nog steeds, ook op schema. Dus dat is weer gelukt. Nee, ik weet het uit ervaring, hè, dat jullie hartstikke je best doen. Jij met je stafbureau, waarvan het idee soms is dat is een half ministerie, maar dat is niet zo. Dus op voorhand ook de complimenten van onze kant voor jullie inzet.
Peter, er is al iets gezegd over de Zuidwestelijke Delta. Het is ook wel een dynamische delta. Ja. Economische belangen, toeristische belangen, scheepvaart, noem maar op. Maar ook grensoverschrijdend. Een van de vragenstellers stelt de vraag... houden we ook rekening met het achterland, met België? Met andere woorden, is ook de zijdeur of de achterdeur voldoende geborgd voor overstromingen van, in dit geval, Zeeuws-Vlaanderen? Ja. Nou, wij zijn niet verantwoordelijk natuurlijk voor de veiligheid in Zeeuws-Vlaanderen, maar ik weet ook, misschien kun je er zelf ook nog iets over zeggen eventueel, dat er afstemming plaatsvindt. Wij hebben ook al delegaties uit Vlaanderen ontvangen in Den Haag. En ik weet dat die samenwerking heel intensief is, zeker rondom de Westerschelde natuurlijk, is het belang ook heel groot. Dus ik juich dat toe. Alleen in de wet staat dat ik verantwoordelijk ben voor dat programma in Nederland. Ja, dan is er ergens een grens en daarbuiten kijk ik natuurlijk. Maar ik ga er niet over, zal ik maar zeggen. Nee, maar vanmiddag gaan we op werkbezoek naar de Hedwige en de Prosperpolder. Ja, daar verheug ik mij enorm op. Ja. We moeten ook onze Vlaamse collega's, dus daar zullen we het ja, ook over hebben. Ja, daar ontmoeten we ze weer in het veld. Dat is eigenlijk wel de beste plek. Inderdaad, in de praktijk, hè, ja. Zodat we kunnen laten zien hoe het hier geregeld is. Ria Geluk. Hè, ik ken haar. Ja, zeker. Ze kregen een prominente dag, plaats bij de opening van het Delta-congres de vorig jaar in Goes. Ria die zegt, mooi, sorry, mooi zegt Ria, al die plannenmakerij, maar gaan we op korte termijn ook iets doen? In de zin van, gaan we nieuwe projecten ontwikkelen? Zijn we innovatief bezig? Wat kunnen we op korte termijn al doen? Nou, ik nodig iedereen uit om het Delta-programma gewoon op te slaan. Het is allemaal op www.deltacommissaris.nl te lezen. En daar zitten hoofdstukken in over de Zuidwestelijke Delta. Daar zit het programma voor de waterveiligheid met de dijkversterkingen die het waterschap samen met Rijkswaterstaat uitvoert. En die volgend jaar gaan er weer dingen gebeuren. Hans Weert, heb ik begrepen, een van de versterkingen waar het heel innovatief en energie-neutraal en circulair allemaal gaat plaatsvinden. Dus dat zijn voorbeelden van uitvoering. Als het over zoetwater gaat, ja, dat speelt hier ook. En kijken hoe we het zoetwater vast kunnen houden, in de bodem injecteren. Dat is ook een voorbeeld van een onderzoek en ontwikkeling in de praktijk wat hier in Zeeland plaatsvindt. En er staan nog veel meer voorbeelden in dat mooie Delta-programma. Ja, klopt, ik heb het gelezen, Peter. Bijvoorbeeld het project Waterdunen. Misschien zijn we er allemaal niet zo enthousiast over, maar het wordt wel als innovatief project bestempeld. Ja, we zijn daar vele jaren geleden al eens een keer samen gaan kijken. Precies. In de bouwketen was ja, inderdaad. Klopt. De getijdenduiker lag er toen nog niet, maar die is nu inmiddels wel aangebracht. Dus nee, ook bij ons in het gebied wordt met innovatieve ideeën gewerkt. Ook voor wat betreft Hans Weert. Waarin je toch met een beperkte ruimte, om te voorkomen dat er woningen afgebroken moeten worden, dat je dan toch aan die veiligheidsnormen moet voldoen. Dus kortom, helemaal eens met jou. In het Delta-programma staan nog meer innovatieve oplossingen aangedragen voor zoetwater, maar ook voor waterveiligheid. Nog een andere vraagsteller die zegt, en dat is denk ik in het kader van participatie, wat je hebt genoemd. Hoe kan ik met mijn gezin thuis concreet iets bijdragen? Ja, nou ik ben blij met dat soort vragen. Dat mensen zeggen van ja, het is mooi, de overheid van alles doet. Ja. Ik hoop dat ze daar ook op vertrouwen. Dat zou ik wel aanbevelen. Maar wat kan ik zelf doen? Er is nog een mooie website, www.ruimtelijkeadaptatie.nl. En daar staat ook rechtsonder, als je doorklikt, een hoekje, wat kan je zelf? En daar staan prachtige voorbeelden van, mocht je een tuin hebben en die is nog betegeld, ja, tegel eruit, plantje erin. Bijna elk huis heeft natuurlijk regenpijpen. Je kan er een regenton tussen zetten. Of zelfs, als je het nog mooier maakt, een reservoir ondergrond. Zodat je niet meer met drinkwater in een droge zomer je gazon hoeft te besproeien. Nou, platte daken, vergroenen en daarmee het water vasthouden. Echt, de stad ook als spons zien. Dat zijn ontwikkelingen. En daar kunnen burgers samen, liefst met de buren of met de wijk, ook zelf heel veel dingen doen. En als je niet precies weet hoe of wat, ga naar je gemeente, ga naar je waterschap. En dan denk ik dat er samen hele mooie dingen tot stand kunnen komen. Ja, maar je hebt zelf ook al een voorbeeld genoemd. Hè? Als je nou een nieuwe woning gaat bouwen, bouw dan klimaatbewust. Kijk bijvoorbeeld ook op de website Overstroom ik, zodat je kunt zien hoe hoog het waterpeil zou kunnen komen in geval van. Ja, daar kunnen ze allemaal alvast rekening mee houden bij het ontwerp van een nieuwe woning of tuin. Ja. Oké. Nou, er zijn nog een paar vragen binnengekomen. Ik kijk dadelijk wel even of we daar nog tijd voor hebben. Beste Peter, hoe ondersteunt u als Delta-commissaris in samenwerking met de waterschappen en de gemeente innovatie?
Beste Peter, nou, dat is in ieder geval heel aardig. De afzender staat er niet bij, dus ik weet niet of het een bekende is van je. Dankjewel. Ja, innovatie zit op een heel aantal plekken in het Delta-programma. Als het over het hoogwaterbeschermingsprogramma gaat, dat weet je als dijkgraaf als geen ander. Op het moment dat je innovatief iets aanpakt, dan staat er zelfs een financiële bonus op. Dan wordt het allemaal in solidariteit door alle waterschappen in Nederland en het Rijk samen bekostigd. Maar we hebben per 1 januari is er een nieuwe stimuleringsregeling voor gemeenten verkracht geworden. Daar zit 200 miljoen rijksgeld in. En dat wordt aangevuld met ook geld uit gemeenten samen met waterschappen, provincies. Om die ruimtelijke adaptatie vorm te geven. Het is een stimuleringsregeling. En ja, dan zou ik iedereen willen aanbevelen, alle gemeenten, maak daar actief gebruik van. En dan kun je ook samen ook dingen ontdekken, proberen. En dan gaat er misschien wel eens eentje mis, maar daar leer je alleen maar samen van. Dus dat zijn twee voorbeelden waar innovatie heel belangrijk is. En we verbinden ons met die kenniscommunity. Dat is geen goed Nederlands, maar de hogeschool, hier ook de universiteiten. Er komt ook een nieuwe impuls hier vanuit het compensatiegeld voor de marinierskazerne. Zet daar gewoon met z'n allen goed op in. Dus die kenniscomponent, de overheid en het bedrijfsleven, dat noemen wij de gouden driehoek. Daar moeten die innovatieve oplossingen uitkomen. Nou, ik ben blij dat je ook de kenniscommunity nog noemt. Concreet is dat de Hogeschool Zeeland. Ja, ik ken ze. Die ken je. Maar ook het kenniscentrum Water, Energie en Voedsel. Ja. Wat we willen gaan oprichten uit de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de marinierskazerne. Ik hoop dat je dat initiatief ook toejuicht. Want daar worden met name ook praktijkproeven uitgevoerd die uitsluitend in zo'n Zuidwestelijke Delta kunnen geschieden. Hè, in verband met de Ooster- en Westerschelde in de omgeving. En dat past gewoon bij de Zuidwestelijke Delta. Dus ik hoop in voorkomende gevallen dat je dat initiatief... Absoluut, ook van, ik heb het al gesteund, maar ik blijf het steunen. Nog een van de laatste vragen, Peter. Tegenwoordig zoetwater, echt een item. Ja. Ook in ons algemeen bestuur van het waterschap. Andere signalen zeggen van, krijgt dat niet al te veel aandacht? Dreigen we niet te verslappen voor waterveiligheid, omdat zoet water nu echt gaat boomen? Kun je die mensen geruststellen? Als het gaat om de waterveiligheid, wil ik iedereen echt geruststellen. Hè? We zijn de veiligste delta, zei ik. Die kwetsbaarheid die zien we onder ogen en die vertaalt zich in het hoogwaterbeschermingsprogramma. We hebben in 2017 nieuwe normen voor de overstroombaarheid van de dijken met elkaar afgesproken. En dat betekent dat de kans dat iemand door een watersnood om het leven komt, elk jaar niet meer dan 1 op 100.000 is. Dat is de extreem veilige norm. En daarop worden al onze keringen, maar ook wat achter de kering is, tot en met evacuatie, mocht dat aan de orde zijn, wordt daarop gedimensioneerd. Dus die veiligheid, dat staat als een paal boven water, zou ik zeggen. En in 2050 hebben we ons echt tot doel gesteld, dan voldoen alle dijken, ook hier in Zeeland, aan die nieuwe veiligheidsnormen van 2017. En ondertussen zijn we natuurlijk heel alert op veranderingen die we op ons af zien komen. Nou, 3 jaar droogte op rij, dat kan geen toeval zijn. Daar moet je wat mee. Dus dat gaan we ook doen. Ja, je hebt het dan over 0,001% dat iemand overlijdt als gevolg van een overstroming. Nou, 1 op 100.000. Moet iemand maar eventjes digitaal uitschrijven hoeveel nullen dat zijn. Maar het is een buitengewoon kleine kans. Ja. En daar mogen we trots op zijn, want dat geldt voor iedereen in heel Nederland op dezelfde manier. Dat is solidariteit. Nou, en dat beleven we in de Zuidwestelijke Delta ook. Er wordt goed samengewerkt tussen de betreffende overheden, ook met bedrijfsleven, kennisinstellingen. Hè, dus we weten elkaar ook goed te vinden. Het feit dat we onze klimaatadaptatiestrategie en de energietransitiestrategie, dat we die als een van de eerste in Nederland hier geproduceerd hebben. Provincie, gemeente en waterschap en betrokken partijen. Nou ja, dat zegt ook wel iets over het ambitieniveau dat we hier aan de dag leggen. Ten slotte, Peter, nog een beetje een gewetensvraag. In Zeeland of in de Zuidwestelijke Delta hebben we altijd wel een beetje het idee, ja, Den Haag is ver af en ze zien ons niet of ze hebben te weinig oog voor onze belangen, want de belangen van de Randstad zijn veel groter. En, hoor je dat ook, dat soort signalen, of zeg je van, ik heb toch andere ervaringen? Ja, ik hoor dat wel eens, maar ik zou zeggen, maak jezelf niet te klein. Wees gewoon trots, of zoals de Vlaming zou zeggen, fier op wie je bent op Zeeland. Jullie hebben ontzettend veel te bieden, een enorme geschiedenis.
Als er één provincie is die met water heeft geleerd te leven en dat ook nog in de verre toekomst wil doen, dan is dat Zeeland. Dus ik denk dat de rest van Nederland ook veel kan leren, ook met zo'n nieuw kennisinstituut, veel kan leren van wat hier gebeurt. En het is hier fantastisch vertoeven. Vandaag is het ietsje minder zonnig dan gebruikelijk. Kom hier vaker. Dus ik roep daartoe op en ik wil daar ook persoonlijk als Delta-commissaris in mijn rol en functie borg voor staan, dat Rijk en regio elkaar steeds weer weten te vinden. Dus kijk niet omhoog en kijk niet omlaag, maar doe het wat dat betreft samen en ga voorwaarts. Prima. Nou, het is uit mijn hart gegrepen, Peter. Voordat ik afscheid van jou neem, wil ik de PCC nog de gelegenheid geven om een laatste vraag te stellen. En die vraag van Rolf Bosboom luidt: er wachten ons enorme investeringen, waardoor ook de kosten voor de burger oplopen. Hoe vinden we een evenwicht tussen veiligheid en betaalbaarheid? Ja, nou, in het Delta-programma zeg ik voor dit jaar dat voor de langere termijn, richting 2050, ik denk dat wat we hebben gereserveerd in het Delta-fonds, dat getal heb ik nog niet genoemd, maar 14 jaar gereserveerd geld, wat dus langer is dan één kabinetsperiode of meerdere zelfs, zit nu 18,6 miljard, doe het even uit mijn hoofd, is gereserveerd. Onderdeel daarvan maakt ook die veiligheid. En dat is dus langjarig ingepland. Nou, we hebben natuurlijk ook de belasting van de waterschappen, het rioolrecht van de gemeente. Ik denk dat het in een redelijke verhouding tot elkaar staat. En ik weet één getal nog uit mijn hoofd. Van ons bruto nationaal product als land besteden we 1% aan alles wat met water te maken heeft. De veiligheid, voldoende water, drinkwater, schoonmaken, 1%. Dat is best veel geld in nullen achter de eerste cijfer. Maar we hebben dat ervoor over en daardoor kunnen we blijven wonen in deze prachtige delta. Ja, ik voer eraan toe, Peter, de solidariteitsgedachte die we nu ook hanteren. Dat inwoners van Drenthe ook meebetalen aan de waterveiligheid in Zeeland. Ik denk dat we dat ook boven water moeten houden om in watertermen te blijven voor de komende periode. Dus dat heel Nederland profijt heeft bij sterke dijken en waterveiligheid. En dat ook iedereen daarvoor een duit in het zakje doet. En dat dat natuurlijk niet alleen in Zeeland is, maar dat dat een groter gebied bestrijkt. Absoluut, maar dat de Zeeuwen dragen zelf ook natuurlijk zorg voor die veiligheid. En zo hoort het ook. En zo vullen we elkaar ook weer aan. Peter, mag ik jou hartelijk bedanken voor deze presentatie. Wellicht smaakt het naar meer, zodat we over enkele jaren jou weer eens mogen vragen. Altijd om ons goed uit te nodigen. En hopelijk weer live dan, hè? Ja. En dan hopelijk wel live. Ja. En ik wil ook de kijkers bedanken voor het geduld dat ze hebben opgebracht en de belangstelling die ze hebben getoond om dit webinar bij te wonen. Ook de vragenstellers bedankt voor jullie deelname. Hopelijk zijn de vragen op hoofdlijn goed beantwoord. Nogmaals, dit was een probeersel vanuit het waterschap Scheldestromen. Wellicht gaan we dat nog een keer herhalen, maar dan met andere onderwerpen uiteraard. Voor nu, hartelijk bedankt en tot de volgende keer.